In december van het afgelopen jaar heerste er nog een hosanna-gevoel bij de gemeente Tiel met een financieel overschot op de begroting van een sociaal domein van ruim 2 miljoen euro. Maar nu, nog geen 4 maanden later, stevend de gemeente Tiel af op een miljoenentekort. Er wordt in het sociaal domein veel meer uitgegeven dan dat er binnenkomt vanuit de overheid. Woensdag 19 april werd er over gesproken in de raadsvergadering. Op dit moment bevinden we ons in de eindfase van het opmaken van de jaarrekening 2016 van de gemeente Tiel. En helaas hoort ook Tiel tot de gemeente die een tekort op het sociaal domein constateert. Het tekort alleen voor programma 2, sociaal domein, bij de jaarrekening 2016 bedraagt 1,2 miljoen euro. En het totale tekort van de jaarrekening komt ermee uit verwacht op 2,4 miljoen. Dit is na inzet van de volledige reserve sociaal domein. Bij het vaststellen van de jaarrekening op 30 september 2016 bedroeg die reserve 2,2 miljoen. En ten opzichte van de oorspronkelijke begroting in 2016 verwachten we een tekort op het sociaal domein van 3,4 miljoen voor bestemming. Wanneer we rekening houden met de reserve sociaal domein, betekent dit een tekort op programma 2 van die 1,2 miljoen die ik zojuist heb genoemd. En hierin is nog een bedrag opgenomen aan facturen die over 2015 nog zijn binnengekomen. Die zit hier ook in verwerkt. De top 3 aan budgetoverschrijdingen binnen het sociaal domein zijn te vinden bij de voorzieningen jeugdzorg, de jeugdwet, minimabeleid en uitkeringen in het levensonderhoud. Bij de voorzieningen jeugdwet is een resultaat van 12,12 miljoen euro op de begroting, een overschrijding van ongeveer 39% bij de jeugdzorg. En op onderdelen is dat meer dan 100%. Overschreden, wat een tekort van 3,4 miljoen oplevert, alleen bij de jeugdzorg. Voor zowel minimabeleid en verstrekkingen uitkeringen, en dat zijn dan bijstandsuitkeringen voor het levensonderhoud, bedraagt het tekort ruim 500.000 elk, dus samen 1 miljoen euro. Nou ja, de eerste vraag waar we misschien zo meteen in de volgende raad of in de commissie of iets dergelijks over moeten gaan hebben, lijkt me, hoe kan dit nou? Hoe kan dit nou? Want deze bom, om het maar even zo te zeggen, die valt nou ergens halverwege april. De beschikkingen en de zaken van de jeugdzorg, die zullen allemaal vorig jaar ergens binnengekomen zijn. Ik snap echt wel dat niet direct daar alle financiële consequenties van binnen zijn. Maar het lijkt me toch dat je daar iets eerder als gemeente toch al een indicatie van zou moeten kunnen hebben. Dus ik vind het vrij bizar allemaal om het hier nu op dit moment op deze manier tot ons te nemen. Ik denk dat we daar even met z'n allen heel goed over moeten gaan nadenken. En ook het college daar een keer moeten bevragen van hoe kan dit nou? En het andere vraag is, ja, u heeft het over... De heer Van Beuren had een interruptie op dit punt. Nee? Oké. De heer Van Beek? Ja, de wethouder heeft het over een 2,4 miljoen, als ik het me goed herinner, in totaal over de jaarrekening van vorig jaar, wat we op dit moment in het rood staan. Dat betekent dat dus het tekort in de jeugdzorg letterlijk nog maar de helft van het verhaal is. En dat is hetgene waar ik me ook wel heel erg van schrik. Dat betekent dus dat er nog ergens 1,2 miljoen verdeeld over die andere programma's is, waar we een behoorlijk tekort in hebben. En daar vraag ik me precies hetzelfde van af. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Hebben we dat nou echt niet zien aankomen? En hoe zit dat dan nou specifiek? Nou, ik kan me voorstellen dat daar inderdaad in beleidscyclus of iets dergelijks nog verder op ingaan. Maar ik schrik daar heel erg van. Want wij hebben dit niet aanzien komen. En we hebben ook eerder nog geen signalen gekregen dat het zo ernstig zou zijn. Het was immers ook de bedoeling dat niet het totale overschot van het sociaal domein richting de reserve zou gaan. Daaruit maak ik ook op dat het college dit niet had voorzien. Dus ik zou hier graag als raad zo snel mogelijk mee aan de slag willen gaan. Er is besloten een extra raadsvergadering in te lassen in de maand juni om raadsbreed en met het college in discussie te gaan over de ontstane situatie. Om een onvrede te laten blijken behoort een motie van wantrouwen gericht aan het college tot de mogelijkheden van de raad. Verschillende wethouders, te weten Driessen, Melissen en Verspuy, zijn voor de overschrijding van de budgetten verantwoordelijk. In ons programma Het Koetshuis van deze zender is wethouder Financiën de heer Verspuy te gast en deze ligt de zaak toe in een interview met Rini Tehaar.